Elektrostatica. Het eerste filmpje van elektrostatica gaan we even enkele begrippen bekijken. Om te beginnen ga ik hier even een filmpje laten zien. En je ziet me hier een PVC-buis wrijven met een wollen doek. En wat gebeurt er? Zullen we eens even terugkijken. Papiersnippers, waar we bij in de buurt komen, die worden aangetrokken door die PVC-buis. Wat is hier gebeurd? Wel, ik heb hier een PVC-buis. En als ik wrijf met een wollen doek, springen er ladingen over. Die ladingen gaan van het doek naar de PVC-buis. Ladingen springen over. Dat is één ding. Maar nog eens een ander experimentje doen. Nu ben ik hier een ebonieten staaf aan het wrijven. Ik leg die in een draaibaar opgesteld houdertje en ik kom met een andere ebonieten staaf in de buurt. Alle twee gewreven met een wollen doek. En wat gebeurt als ik die in elkaar de buurt breng? Die stoten elkaar af. Doe ik nu hetzelfde, een ebonieten staaf in het houdertje, maar met een glazen staaf in de buurt, dan is er aantrekking. Wat wil dat nu zeggen? Wel, er zijn twee soorten ladingen. Want als we twee ebonieten staven wrijven, merken we afstoting. Een glazen en een ebonieten staaf, aantrekking. Dus moeten er twee soorten ladingen zijn. We hebben die negatief en positief genoemd. En wat gebeurt er? Twee gelijksoortige ladingen, twee negatieve dus, of twee positieve, die gaan elkaar afstoten. Twee ongelijke ladingen, positief en negatief, die gaan elkaar aantrekken. Nu, die ladingen komen ook in chemie en biologie voor. In de chemie worden scheikundige bindingen gemaakt op basis van elektrostatische krachten. Die scheikundige bindingen berusten dus op die elektrostatische krachten die we nu gaan bestuderen. En een neuron in een zenuwcel, ja, dat gebeurt ook op basis van het verplaatsen van elektrische lading. Een volgend proefje. Ik ben wederom de PVC-buis aan het wrijven en ik kom in de buurt van een elektroscoop. Dat is een toestel. En als je goed ziet, ik kan heel even een laserpointer nemen. Als je goed ziet, is dat dus een metalen toesteltje hier, waarbij een naald vrij is opgesteld. Dus met andere woorden, kom ik in contact met die PVC-buis met dat metaal, dan zal natuurlijk die lading naar hier gaan. En om een of andere reden gaat dus dat beentje, dat staafje hier, gaat dus open gaan. Even terug zonder de laserpointer. Het filmpje laten verder lopen. Nu kom ik in de buurt met een glazen staaf, die positief geladen was. Wat gebeurt er? Die gaat er dicht. Wat is er nu juist gebeurd? Wel, ik heb hier een voorstelling van mijn elektroscoop. Dus dat is metaal, bovenste, metaal eronder. Hier is een draaipunt waarbij het staafje vrij is opgesteld. Dat kan vrij roteren rond dit punt. Die elektroscoop op zich is neutraal geladen. Voor elk positief ion is er een elektron dat rond de kern draait. En zo voor de hele elektroscoop. Nu kom ik met een negatieve staaf in de buurt. En wat gaat er gebeuren? We gaan er een tweede tekening voorstellen. De elektronen van die staaf, die stoten elkaar af. Dus die proberen zo ver mogelijk van elkaar te zijn. Dus die kruipen weg van de PVC-staaf op die metalen elektroscoop. En die gaan zich zo goed en zo kwaad mogelijk verdelen. Het gevolg gaat wel zijn dat die elektroscoop meer negatieve ladingen heeft dan positieve ladingen. Negatief en negatief stoten elkaar af, dus dat vrij opgesteld beentje zal opengaan. Als ik dan met een positieve staaf in de buurt kom, dan ja, dit positief gaat negatief aantrekken, dus die ladingen die hier te veel zijn, die bewegen naar die positief geladen staaf. Met het gevolg dat dit hier weer neutraal zal worden, of toch in ieder geval minder geladen, en dat het staafje dicht zal vallen. Dan gaan we even kijken, zo'n lading, daar kunnen we ook een eenheid voor noemen, dus de grootheid is lading. Het symbool stellen we voor door de hoofdletter Q. De eenheid drukken we uit in coulomb, en het symbool van coulomb is C. Nu, 1 coulomb, dat is een heel grote lading. Die komen we maar uitzonderlijk tegen
Als we iets zullen wrijven, zullen we nooit met coulons in aanraking komen, met millis of microcoulons. De atoomstructuur gaan we eens even bekijken. Een kern bestaat uit positief geladen protonen en neutraal geladen neutronen. Rond de kern cirkelen elektronen. Bijvoorbeeld hier hebben we een neutraal element, 3 protonen in de kern, 3 elektronen die rondcirkelen. Nu, de lading van zo 1 proton is de kleinste lading die we in de natuur kunnen tegenkomen, noemen we de elementaire lading. De waarde daarvan, E voor elementaire lading, is 1,60 x 10 tot de min 19e coulomb. De lading van een elektron is min de elementaire lading, min 1,60 x 10 tot de min 19e coulomb. Opgelet, die E hier niet te verwarren met het symbool van een elektron. Dat is een eetje met een minneke boven. Dit is de E, afgekort voor elementaire lading. Nu, hoeveel elektronen kan je zo in één coulomb vinden? Wel, dan gaan we zeggen, het aantal is 1 coulomb gedeeld door de lading van 1 elektron. 1,60 x 10 tot de min 19e coulomb. Dan hebben we 6,25 x 10 tot de 18e elektronen in 1 coulomb. En dat is een hele hoop. Goed, nog één ding, de triboelektrische reeks. Misschien vraag je je af, ja, welke stof wordt nu geladen? Hoe weten we dat? Wel, we kunnen al die stoffen onder elkaar gaan zetten. En dan hebben we stoffen hier die het meest positief zijn en stoffen die het meest negatief zijn. Dat wil zeggen, stoffen die van boven, die hoger staan op de lijst ten opzichte van stoffen die eronder staan, als we contact gaan maken, contact is al genoeg, wrijving is effectiever, dan gaan die stoffen hoger op de lijst elektronen afgeven aan stoffen lager op de lijst. Dus deze stoffen zullen elektronen afpakken van de stoffen die hoger staan. Glas zal elektronen geven aan zijde, zijde elektronen geven aan rubber, en zo verder. En dus kan je zo zelf proberen, hè. Wij hebben gewerkt met glas, dat positief was, dat pakte van de wol. Dat gaf zijn elektronen aan de wol, en omgekeerd, de wol gaf zijn elektronen aan de PVC, in onze voorbeelden, of aan de eboniet waar we mee gewerkt hebben. Goed, dat was het eerste filmpje dan van elektrostatica. Best misschien eens een keer wat oefeningen maken. Tot de volgende keer.